Twee dames runden in dit pand op de Amsterdamse Veerkade het bedrijf Schuldenvrije Dienstverlening. Een derde handlanger is bij de schuldhulpverlening van de gemeente geïnfiltreerd. Zij vertelde de slachtoffers dat het bedrijf Schuldenvrije Dienstverlening de schulden zou overnemen. Ja, goed, het komt vanuit de gemeente, dus daar heb je niet gauw je twijfels over. Dus eigenlijk geen reden om daar argwaan van te krijgen. Gewoon een goed opgezet bedrijf die weet waar ze voor staan en die je gewoon graag wil helpen. Toen ze uiteindelijk nattigheid voelden, was het al te laat. Terwijl de rekeningen zich opstapelen en de incassobureaus in de rij stonden, schreven de oplichters op Facebook dat ze lekker op vakantie waren in Marokko. Ondertussen raakt het slachtoffer verder in de misère. Er zijn nieuwe schulden gekomen door Schuldenvrij. De schulden die we hadden, die zijn hoger geworden. Dus dat huis kwijt, alles kwijt. Er staan heel veel dingen nog op het spel, zoals de school van mijn dochtertje. En noem het maar op, want al die rekeningen zijn gewoon niet betaald. En ja, wie niet betaalt, die gaat eruit. Ze staat dus met de rug tegen de muur. De gemeente heeft laten weten dat ze haar best doet om de slachtoffers zoveel mogelijk te helpen. De politie doet een onderzoek naar de zaak.